Iedereen heeft zijn hobby's. Deze week aandacht voor een hobby waar je niet zoveel over hoort. Het vliegvissen. Vissen met een werphengel en daaraan een namaakvlieg. De vereniging waar we te gast zijn heet de Casting Club Schavenhagen en werd opgericht in de jaren 50. Toen draaide het allemaal vooral om het werpen en was het vissen ondergeschikt. Intussen is het accent meer komen te liggen op het vissen, maar bij het vissen is het zuivere werpen nog altijd een van de belangrijkste dingen. De Casting Club Schavenhagen komt wekelijks bij elkaar in gebouw de Madelief aan de Bomaweg om vliegen te maken, te oefenen met werpen en ervaringen uit te wisselen. Maar de individuele leden van de castingclub zijn aan de waterkant te vinden in rivieren op allerlei plaatsen in en ver buiten Nederland. We zijn hier bij castingclub Den Haag. De oorsprong was het precisiewerpen van met de hengel. En dat is uiteindelijk uitgegroeid naar het vliegvissen. Ja, wat is vliegvissen? Vliegvissen is het met een kunstinsect, een zelfgemaakt insect. Nabootsing daarvan in ieder geval proberen vissen te vangen. Dat is een speciale techniek, met name voor het werpen, want een vlieg die heeft een heel klein gewicht, dat kan je niet wegzetten, je hebt geen loodjes aan zitten. En zoals je achter kan zien, zijn ze allemaal aan het oefenen. De vliegenlijn, dat is eigenlijk het werpgewicht. En door een speciale techniek krijg je dan uiteindelijk het insect weg. En die probeer je precies te plaatsen daar waar die vis zit. En dat kan je vaak zien aan het water, je ziet kringen aan het water. In de stromende rivier zie je vis stijgen naar insecten. Maar het kan ook zijn dat je helemaal niks ziet, dat die vissen gewoon op de bodem aasen. Want het meeste aas eigenlijk halen ze van de bodem vandaan. En dan kan je aan de stroom van het water kan je ongeveer zien wat eigenlijk de standplaatsen van vissen zijn. En daar speel je op in en daar probeer je dus je aas te brengen. Je ziet hier de dikke lijn. Soms staan mensen zeggen ze, die man die staat met een zweep in het water, maar dat is geen zweep. Die dikke lijn, die vliegenlijn, dat is werpgewicht. En die ga je verjongen met een stuk nylon uiteindelijk en aan het uiteinde bind je je vlieg. Nou, door die bepaalde techniek breng je die vlieg op die positie. En ja, dat heb je heel veel verschillende worpen. Dit is dan gewoon een normale worp. Maar je hebt ook de rolworp. Dat gaat niet zo lekker op het gasveld, maar op dat water gaat het beter, omdat je dan de weerstand van het water meeneemt. Als je achter je struik hebt staan, dan kan ik niet met die hengel zo naar achter, want dan zit ik in de bomen. Dus soms sta je, ik sta zelf graag op hele kleine rivieren. Ja, en dan kom ik haast niet verder dan met een rolworp. En dat is zat, want ik vang ze, nou, waar dat pluisje ligt, daar zit de vis al. Als je rustig het water in gaat. Het is inderdaad jagen, zoeken. Je kijkt waar de vis zich ophoudt. En ja, er zijn stukken bij waar het heel ondiep is in de rivier en daar je helemaal niks ziet. Maar er zit er net een klein kuiltje in en daar huist de vis. En dan heb je natuurlijk verschillende zwaartes van hengels. Dit is een wat zwaarder hengel, dit is een afmaat 6. Nou, in Nederland regulier 4-5 afmaat, daar kan je aardig mee uit de voeten. Ga je bijvoorbeeld 's winters heel diep in havens vissen, dan heb je weer wat langere hengel nodig. Omdat je vaak diep vist en ja, een heel stuk lijn weg moet kunnen zetten. En als die lijn net zo lang is als je hengel, ja, dan krijg je dat niet meer weg. Dus, maar het is een bepaalde techniek en ja, iedereen kan het leren. Ze zijn hier aan het oefenen met bepaalde lijnen, met bepaalde hengels. Je hebt voor, als je op kleine vis gaat vissen, heb je lichter materiaal nodig dan dat je bijvoorbeeld op tonijn gaat vissen of zo. Dan heb je hele zware hengels. Dat noemen ze de afma, die zwaarte van die hengels. Je hebt enkelhandige hengels, zoals hij nu aan het gooien is. Daarachter staat iemand, volgens mij met een tweehandige hengel, die gebruiken ze veel voor zalm op rivieren. Waarom tweehandige hengels? Als je de ruimte hebt, kan je lijn naar achteren zetten en naar voren. Maar met tweehandige hengels heb je een andere techniek en je houdt de weerstand van het water, gebruikt om de energie in die lijn op te bouwen en in die hengel. En dat aas te presenteren. Ja, dit is werpen met een dubbelhandige hengel. Die gebruik je voor de visserij op de zalm bijvoorbeeld. Of op de grijnsmaas in Nederland.
Ja, dan probeer je wat verder met te gooien en dan kan je ook een wat grotere vis mee haken. Je hebt een wat zwaardere lijn, een zwaarder uiteinde van de lijn, een zwaardere leader, zwaarder nylon erop. En een wat grotere vlieg. Je kan vrij nauwkeurig, kan je wel gooien, maar dan moet je wel veel voor oefenen. Sommige mensen kopen nieuwe hengels, die gaan dat uitproberen met lijnen. Als je een afmaat, wat de zwaarte is van een hengel, daar heb je ook een zwaarte van lijn bij. Dus een afmaat 5 hengel vis je met een afmaat 5 lijn. Maar niet alle lijnen zijn weer hetzelfde. Dus bij de ene hengel kan een ander merk lijn net even weer beter gooien. En dat is het voordeel van de vereniging. Als je een nieuwe hengel hebt gekocht, een afmaat 5 noem ik even. Je kan aan collega's vragen of aan medeleden vragen, joh, ik heb een nieuwe hengel, neem even een lijntje mee, een 5, even uitproberen. Ja, en dan voordat je dan naar de winkel gaat, kom je met een goede lijn terug uiteindelijk. Mensen denken dat je alleen maar van voor naar achter staat te gooien, maar wat je eigenlijk doet, is die lijn versnellen door kleine rukjes te geven. Dus voor en achter wordt mijn lijn steeds langer. En dat is eigenlijk dat werpen, want je staat niet te werpen om die lijn in de lucht te houden, want in de lucht zit weinig vis. Dus als je de mogelijkheid hebt, dan is het opnemen en weer terugleggen. Als je in de rivier vist, dan stroomt dat water naar je toe of zijdelings. Dus je moet dat ook contact houden met die vlieg door met de snelheid van de stroom in je lijn binnen te halen. Ja, en dan is het even versnellen en dan lig je weer een stuk verder en dan komt die vlieg weer naar je toe. Alle vissen eten insecten en dat kan een vlieg zijn die op het water zit, die gepakt wordt. Maar 's winters zie je die bijvoorbeeld niet op het water. Of sowieso haast zie je geen vliegen. Maar die vliegen hebben wel eitjes gelegd in het water. En, ja, een soort larven, een maden zeg maar. En die wordt wel 's winters gegeten. Alleen vissen gooien 's winters hun stofwisseling deels stil, eten veel minder. En dus die zijn ook veel lastiger te vangen 's winters. Laat ik eerst even zeggen dat in principe je gaat tot 1 uur ongeveer en tot 11 uur. Dus daartussen zit die beweging als het ware. En het heeft niets met kracht te maken, want hoe harder ik ga doen, hoe meer die lijn gaat stuiteren. Dus het is die beweging. En wat ik doe, dat noemen ze strippen. Dan geef ik een klein rukje aan die lijn. En dan ga ik die lijn verlengen, omdat ik geef meer energie aan die lijn, waardoor die eruit vliegt. Ja, en dat is dan die techniek van het werpen, omdat ik zal straks binnen laten zien, die vlieg die heeft totaal geen werpgewicht. En de lijn eigenlijk, hè, die dikke lijn die je ziet, dat is eigenlijk het werpgewicht. En door die bepaalde techniek kan je die lijn ook wegzetten. Aan het eind van die lijn, daar ga je verder met een stuk dun nylon en daar bind je uiteindelijk je vlieg of je nymf aan. Want ja, die dikke lijn, dat is te grof natuurlijk om dat te presenteren. En vis, zeker forel, is heel schuw. Dus ze kunnen al schrikken van de reflectie van je lijn in het water. Je kan zien wat hier op de grond ligt. Kijk, ik geef een klein rukje aan die lijn en dat noemen ze strippen. Dat kan zonder muziek. Maar je ziet dat de lijn die op de grond lag, die is nu uiteindelijk. Dus mijn werplijn is langer geworden. Als ik bij een klein beetje kom, dan ga ik er even vanuit dat er forel zit, soms slagzalm. En ja, dan je kijkt wat er in de lucht zit aan de insecten eventueel. Heel zinvol is om bijvoorbeeld een steen om te draaien. Daar zie je ook de larven zitten, de hulsjes. En dan weet je ongeveer met welke insect je moet gaan vissen. Of met welke vlieg. Dan is het nog altijd uitproberen. Ja, en als je op een gegeven moment weet waar de vis zit, dan is het een kwestie van uitproberen totdat je de goede vlieg hebt. De goede vlieg of de goede nymf. En dan ga je vanzelf vangen.
We vissen overal. We vissen niet echt hier in die vijver, maar we vissen heel veel in de polder. We vissen, groepjes gaan naar buitenland. Er gaat nu straks weer een groep gaat naar Noorwegen. Ja, voor lange weekenden gaan we naar Duitsland, België, dat is 3-4 uur rijden. En er zijn mensen bij, ja, die gaan een weekje weg of een paar weken weg. Voor mij is het heel belangrijk, het buiten zijn, dat je in de natuur bent. Je staat eigenlijk alleen, want je ziet aan de beweging van die lijnen, je kan niet vlak naast elkaar gaan staan, want je haakt elkaar. Ik heb één goede vismaat waar Rolden mee weggaan. En de ene gaat stroomopwaarts op de rivier, de andere stroomafwaarts. We hebben wolkentolkie, we houden contact. Welke vlieg doet het, welke doet het niet. En ja, na een uur of wat kom je weer eens het water uit, je drinkt een biertje. Je vertelt wat je gedaan hebt, wat je beleefd hebt. Ik ben pas terug uit een week Duitsland, uit Saxe. En ik sta daar in het water en ik hoor geritsel onder struiken en er springt een ree in het water en die zwemt zo die rivier over. Ja, dat is voor mij, ja, dat is heerlijk. En dan de kunst om die vis te verscholken. Het werpen sowieso. Natuurlijk op de goede plek proberen te werpen. Fatsoenlijk werpen, dus niet met een zmak die lijn op het water laten knallen. De juiste vlieg, de juiste nymf. En ja, een stukje oog ervoor hebben, een stukje watersens. Het lezen van een rivier.